Hebben jullie er wel eens over nagedacht om te stoppen met school? Ik wel, ja. Ja. Is dat ook misschien een woord wat erbij hoort? Mindfuck? Ja, zeker. Ja. Heel veel stress en heel veel werk. Ik moet van mijn moeder. Ja, ja. In Chicks Talk duiken de meiden van Chicks in the City in een onderwerp en gaan op onderzoek uit. Met professionele mediamakers leren we interviewen, filmen en presenteren. En maken we met elkaar een fitcast. Welkom bij Chicks Talk. Hoi, leuk dat je kijkt of luistert naar alweer een derde aflevering van Chicks Talk. Een fitcast gemaakt door Chicks in the City in samenwerking met Open Rotterdam. Mijn naam is Natasja Morales en ik ben founder van Chicks in the City. En aan mij de eer om deze aflevering te mogen hosten. Een groep meiden heeft zich een maand lang verdiept in een bepaald thema. En nou, ze hebben met elkaar toegewerkt naar deze aflevering. En op dit moment zitten er twee van deze meiden bij mij op de bank. Welkom dames, Lee en Doris, welkom. Kunnen jullie jezelf eventjes kort voorstellen? Ja, dankjewel. Ik ben Lenise, ik ben 23 jaar en ik zit inmiddels best wel een tijdje bij Chicks. Ik werk achter de schermen en ja, ik had best wel affiniteit met het onderwerp van vandaag. Dus ik dacht, ik sluit een keer aan. Dus vandaar. Welkom. Dankjewel. Ja. Doris? Ik ben Doris, ik ben 15 en ja, ik zit nog op school. Ik ga naar het theater MAVO. Ja, en in mijn vrije tijd kijk ik graag films. En ook nu weer een onderwerp waar best wel veel jongeren last van hebben. Of in ieder geval mee te maken hebben en lastig vinden. Namelijk school. Ja, precies. School roept bij mij een gevoel op van stress. Stress of ik het wel ga halen. Maar aan de andere kant ook vriendschap. Omdat al mijn vriendinnetjes die ik nog steeds ken, heb ik eigenlijk allemaal van de middelbare. Als ik aan het woord school denk, dan denk ik aan eerlijk, maar niet gelijk voor iedereen. En ik zeg dat omdat het schoolsysteem iedereen, ongeacht hun startpositie, dezelfde kansen wil aanbieden. Maar in realiteit is dat anders. Bij school moet ik denken aan dat het veel gericht is op cijfers voor de leerprestaties. School is voor mij heel veel stress en heel veel werk. Terug naar de studio. Meiden, wat is jullie eerste gedachte bij het woord school? Ik denk stress, maar ook inderdaad vriendschap. Omdat ik heb heel veel van mijn vriendinnen heb ik op school ontmoet. En ja, ik vind school vind ik ook wel heel stressvol. Dus ja. Het is ook wel dubbel dan. Dus aan de ene kant vriendschappen, aan de andere kant heel veel stress. Ja, zeker. Het is een beetje een mindfuck, of niet? Ja. Oké. Is dat ook misschien een woord wat erbij hoort? Mindfuck? Ja, zeker. Ja. Ja. Lee? Nou, ik denk dan toch wel toekomst, want ja, het is toch wel met een doel en je wilt ergens heen. Maar ergens ook wel een bepaalde druk, omdat je hebt het sowieso druk als student. Je hebt werk, je hebt ook een sociaal leven. En er, ja, er ligt gewoon best wel veel druk op je. Dus die twee woorden zijn voor mij wel van toepassing als ik aan het woord school denk. Er is een stijgende lijn als het gaat om het aantal studenten die schoolstress en prestatiedruk ervaren volgens cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut. Ongeveer 38% van de jongeren op de middelbare school en 79% van de studenten op de universiteit ervaren druk door schoolwerk. De Vereniging van Jeugdartsen liet in 2023 weten zich zorgen te maken om de toenemende stress bij middelbare scholieren. In het schooljaar 2022-2023 waren er meer dan 30.000 vroegtijdige schoolverlaters. De meeste schoolverlaters komen van het mbo. Meiden, wat is jullie idee hierbij? Hebben er meer jongeren last van schoolstress vandaag de dag? Horen jullie meer om jullie heen dat jongeren willen stoppen met school? Hoe is jullie ervaring? Nou, ik hoor om me heen best wel veel mensen die toch best wel veel stress ervaren. Of daardoor langer over hun opleiding moeten doen. En dan toch wel echt wel eraan zitten denken om ook gewoon te stoppen. Dus ik hoor dat wel veel om me heen, ja. En jij, Doris? Ik heb eigenlijk niet zoveel mensen om me heen die zeggen dat ze graag willen stoppen met school. Ik zelf eigenlijk, ja, ik weet het niet eigenlijk of dat ik dat zelf zou willen. Niet per se, denk ik. Ik denk dat ik me wel snel zou vervelen. Maar ik heb wel best wel stress als het om school gaat. Ja, ik ken ook wel heel veel mensen die school heel stressvol vinden. En wat maakt het dan voor jou bijvoorbeeld stressvol? Of wat heeft het stressvol gemaakt voor jou? Want je hebt een overstap onlangs gedaan. Hè? Je deed HAVO, je gaat nu naar MAVO. Dus dat betekent ook dat je waarschijnlijk wel onder druk hebt gestaan. Kan je dat een beetje uitleggen? Ik denk gewoon de druk die je echt voelt en gewoon dat je
dat je een goede presentatie moet leveren. En dat vind ik heel lastig zelf af en toe. Ik heb vorige week vrijdag heb ik nog gehuild bij mijn mentor. Omdat het was zeg maar, ik ga dus nu naar MAVO en ik moest eigenlijk nog toetsen maken voor de toetsweek. Maar ik kon gewoon echt niet meer. Dus dat heb ik aangegeven bij mijn mentor. En mijn mentor die was akkoord gegaan. Maar de leerlingcoördinator niet. En die werd helemaal boos op mij. Dat ik dat vroeg. Dus ja, maar toen heb ik alsnog met mijn mentor afgesproken dat ik die toets niet hoef te maken. Maar ik was heel erg overstuurd toen die leerlingcoördinator heel boos op mij werd. Oké, want de ene wilde dat jij die toetsen wel nog deed. Ja. En de ander zei van, joh meid, je gaat toch naar een andere school, laat maar lekker zitten. Ja, en het is ook, die leerlingcoördinator die kent mij niet persoonlijk. Voor hem ben ik ook maar een nummer. Dus. Hoe heeft de stress zich bij jou geuit? Hoe kan je dat uitleggen? Kan je de situaties nog herinneren? Ik denk boos gewoon naar mensen doen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet boos ben op hun. Maar gewoon omdat ik me gewoon gestrest voel. Dus ja. Eigenlijk mijn emoties africht op andere mensen, terwijl het niet terecht is eigenlijk. Ja, dat heb jij vaak, heb je jezelf daar op betrapt, zeg maar. Van, hey, volgens mij reageer ik nu op een manier wat niet helemaal bij me past. Ja. Bij me hoort. Ja. Nou, er komt natuurlijk ook heel veel op je af als je op school zit. Hè? Huiswerk, sociale druk, studiekeuzes, examendruk, prestatiedruk. Ik kan me voorstellen dat het dan ook heel fijn kan zijn om een extra duwtje in de rug te krijgen. Nou, iemand die daar alles van af weet is Janne. Jij bent hier namens Albeda You en jij kan hier alles over vertellen. Dus super fijn dat je er bent. Dankjewel. De gast vandaag bij ons is Janne, projectleider bij Albeda You. Albeda is een mbo-school in de regio Rijnmond. You is een ondersteuningsprogramma van het Albeda, waarbij onder andere loopbaanbegeleiders en studentcoaches in 5 weken extra begeleiding en ondersteuning bieden. Deelnemers zijn vaak studenten of aankomende studenten die graag weer de stap naar het mbo willen maken of dreigen uit te vallen in de huidige opleiding. Maar ook jongeren die geen werk of opleiding kunnen vinden. Uit welke behoefte is Albeda You ontstaan? Ja, Albeda You is ontstaan omdat we zagen dat heel veel jongeren niet goed een keuze konden maken voor een opleiding. Of vastliepen tijdens de opleiding of misschien ook zelfs wel stopten met een opleiding. En wij dachten van, nou, hier moeten we iets mee. We moeten kijken van, ja, wat is er nodig voor hen? Wat kan ze helpen om zojuist een keuze te maken waar ze wel gelukkig van worden en wat ze vol kunnen houden? En zou je ons kunnen meenemen in hoe jullie programma eruit ziet? Ons programma is op dit moment een programma van 5 bijeenkomsten verdeeld over 5 weken. Waarbij we 1 dag in de week dus samenkomen met een groep jongeren. Van ongeveer 12 stuks met daarbij 6 studentcoaches. Dat zijn onze stagiaires social work en een ervaren loopbaanbegeleider. En elke week hebben we een thema waar we mee aan de slag gaan. Om zo te kijken, ja, wie ben ik, wie wil ik zijn, waar ben ik goed in, wat zijn mijn sterke kanten. En kijken hoe we dat kunnen koppelen aan een opleiding of beroep. Zijn dat dan echt alleen jongeren of studenten vanuit het Albeda? Of hoe komen die dan bij jullie bijvoorbeeld? Nou, een goede vraag inderdaad. Het zijn niet per se alleen jongeren, dat noemde ik wel zo. Maar we zijn er eigenlijk voor iedereen. Dus stel je voor, jullie willen allemaal meedoen. Iedereen mag meedoen met You. Het maakt ook niet uit van welke school je komt. Of je al op school zit. Of je uit Rotterdam komt of uit Leeuwarden. Ja, dat is geen probleem. You is echt voor iedereen. Onze oudste, sorry als je kijkt, was 45. Oh ja. Dus we hebben ook echt volwassenen in onze groepen gehad. Maar de nadruk ligt wel vooral op jongeren, omdat dat natuurlijk ook de doelgroep is die we op het mbo hebben, voornamelijk. Ja. En iedereen is welkom. Oké, nou, wat komen jullie in je werk tegen, waar jongeren over het algemeen tegenaan lopen als het over schoolsystemen gaat? Ja, wat we vooral tegenkomen is dat ze de jongeren een keuze maken gebaseerd op wat eigenlijk anderen bij ze vinden passen. Dat is wel de grootste oorzaak dat ze uiteindelijk bij ons terechtkomen. Ze hebben die keuze niet echt vanuit zichzelf gemaakt. Ze gaan dan een opleiding doen omdat ze denken, hey, hier kan ik veel geld mee verdienen of hier maak ik mijn ouders trots mee. En zo kiezen ze die opleiding of misschien wel vanwege hun vrienden. En gedurende de opleiding komen ze dan achter van, ja, dit is toch niet helemaal wat bij me past. Ik vind het niet leuk. En dan houden ze het ook niet vol. Dus dan is het ook opeens heel vermoeiend natuurlijk om lange dagen naar school te gaan. En als je dan net als jij zo'n loopbaancoördinator of hoe, ik weet even de naam niet meer wat je net zei, tegenkomt die eigenlijk niet echt naar je luistert en je meer als een nummertje ziet, ja, dan dreig je gewoon snel uit te vallen. Je zegt ook eigenlijk dat dat heel veel gebaseerd is op een verkeerde keuze maken. Zou er dan niet op de basisschool al, want daar moet je al beginnen met een keuze van, nou, naar welke middelbare ga ik,
Zou het niet op de basisschool dan veel betere begeleiding moeten komen in het kiezen van een school? Ja, ik denk dat het inderdaad al heel, heel vroeg begint. Maar ik denk ook dat je niet echt moet kiezen voor een beroep of voor een richting. Maar meer kijk naar je eigen competenties en je vaardigheden. En dat je die verder kunt ontwikkelen op de volgende school. Want uiteindelijk doen we in de toekomst allemaal iets anders dan waar we voor opgeleid zijn. Of nou ja, heel vaak zo. Is heel vaak zo. En je begint bijvoorbeeld als administratief medewerker. En je groeit uit tot een leidinggevende van een afdeling binnen een hotel. Ik zeg maar even heel random iets nu. Maar het maakt dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit welke opleiding je doet. Het gaat uiteindelijk om dat je steeds een stapje verder komt in iets wat je wil doen, wat je leuk vindt. En als je dat op de basisschool inderdaad eigenlijk al aanleert, hè, kies gewoon vanuit je gevoel wat bij je past, waar je enthousiast van wordt, waar je passie voor voelt. Ja, dan is het ook makkelijker vol te houden. Het is ook mooi dat jij naar het theater gaat. De stelling op straat. School zou meer gericht moeten zijn op soft skills, zoals bijvoorbeeld omgaan met je emoties, communicatievaardigheden en leiderschap. In plaats van hard skills, zoals rekenen, wiskunde, het spreken van een vreemde taal, economie enzovoort. Ben je het daarmee eens of oneens? Ik ben het zeker mee eens. Ik denk eens. Ik denk ook eens. Ook eens. Een beetje mee eens. Ik las er al over dat dat zou kunnen helpen. Dat elke school één vak zou moeten hebben dat toegewijd is aan psychologie van leerlingen. En hoe je met je gevoelens om moet gaan. Maar ik vind wel dat je niks moet afnemen van hard skills. Want er is in Nederland een groot probleem met reken- en leesvaardigheid. En ik denk, ja, als dat daarvan afneemt, dan zou ik gewoon eerder zeggen van niet. Ik denk dat het een beetje gecombineerd moet worden. Ja, je hebt dan allebei heel veel uiteindelijk. Dus misschien les in presenteren, les in communicatievaardigheden. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik vind nog steeds dat vakken zoals wiskunde, Nederlands en Engels heel belangrijk zijn voor in de toekomst van een leerling. Maar ook, je kan wel ergens gaan werken, maar je leert nergens hoe je om moet gaan met mensen. Je leert nergens hoe je een gesprek start. Dat is voor heel veel mensen moeilijk. Dus ik denk dat ze dat moeten combineren op school. En bijvoorbeeld in plaats van Nederlands, dat je teksten moest lezen en antwoorden daarover. Dat je in gesprek moet gaan met iemand. En dat je daar dan op wordt getest van, oké, over wat voor dingen praat je dan? En hoe kan je een gesprek netjes aangaan met iemand? Terug naar de studio. Stelling 1. School zou meer gericht moeten zijn op soft skills. Eens of oneens? Helemaal mee eens. Ja? Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat je echt jezelf kan zijn en je goed kan voelt. Voordat je dus met die hard skills aan de slag gaat. Kijk, die hard skills hebben we allemaal nodig. Maar wat ik aan het begin al zei. Je doet vaak een werk waar je eigenlijk niet voor opgeleid bent. Want je groeit door je leven, blijf je leven lang ontwikkelen. En dan is het wel belangrijk dat die soft skills gewoon goed zitten. Want daar kom je uiteindelijk het vers mee. Oké. De rest kun je altijd nog leren, denk ik. Wat vinden jullie ervan? Zijn jullie eens of oneens? Ik ben het ermee eens. Omdat ik denk dat je niet met dezelfde maat kan meten voor elke student. En ik denk als je meer op die soft skills richt, dat het wat meer maatwerk wordt ook. Omdat je echt naar het individu kijkt. Dus ja. Oké. Ja, ik denk dat soft skills eigenlijk de basis zouden moeten zijn. Super belangrijk. Ik vind het ook een beetje moeilijk dat dat dan soft genoemd wordt. Want eigenlijk zijn het gewoon keiharde, belangrijke skills die nodig zijn om überhaupt je te ontwikkelen en met anderen om te gaan. Dus volgens mij is dat een broodnodige skill waar echt wel wat meer aandacht aan mag worden gegeven op school. Ja, zelf ben ik het er ook mee eens. Want ik merk dat heel veel jongeren in mijn omgeving social anxiety hebben. En dat die bijvoorbeeld niet durven af te rekenen bij de kassa. En dat is wel erg, zeg maar, vind ik dan zelf. Ik zou het zelf heel naar vinden als ik dat had. Dus ja, ik vind de soft skills zeker heel belangrijk. Ja. Chicks Kaylee, Melissa en Leonida zijn naar een samenkomst geweest over schoolsystemen en onderwijs. En spraken hier een aantal experts over. Hoi, wij Leonida, Kaylee en ikzelf Melissa gingen naar een talk van Rotterdams Nieuwe. Zij organiseren regelmatig themaavonden rondom grote, belangrijke onderwerpen. En deze keer ging het over kansongelijkheid in het onderwijs. Tijdens het event kwamen verschillende mensen aan het woord, waaronder leraar van het jaar Ismaël. Ook kon je zelf deelnemen aan het gesprek, een vraag stellen of je mening geven. Nou,
omdat ik het heel belangrijk vind dat kansongelijkheid juist een groter onderwerp moet zijn. En dat heb ik dus ook gewoon op school meegemaakt, dat ik gewoon werd uitgesloten van de rest van de groep. En ik vind het heel belangrijk dat juist jongeren een stem krijgen en laten horen wat zij eigenlijk vinden. Aan het einde van de avond interviewden we nog een aantal sprekers over de knelpunten van het huidige schoolsysteem. Nou, binnen huidige schoolsystemen houden we te veel vast aan traditionele structuren. Ja, we hebben bijvoorbeeld maar 2 instroommomenten in het jaar. En eigenlijk moeten we dat helemaal loslaten. We moeten kijken naar flexibilisering van onderwijs. We moeten kijken wat jongeren willen en op welk moment zij willen starten. Want vaak zijn ze pas klaar op een ander moment dan de instroommomenten die we nu hebben. Knelpunten, ja. Als ik het heb over knelpunten, überhaupt in het systeem rondom jongeren, dan is het, worden jongeren gezien? Zien we ze voor wie ze zijn? Worden hun stemmen gehoord? Hebben we oog voor verschil in onze klassen? Zijn we flexibel genoeg? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat hoorde je net ook in het gesprek. Dat ons systeem zo is ingericht dat we de massa willen bereiken. Maar sommige jongeren hebben maatwerk nodig. En kunnen we dat bieden? Ik denk dat daar op dat soort gebieden is er wel echt wel verbetering mogelijk en nodig. Oké, maatwerk dus. Oftewel, meer afstemmen op de individuele behoeftes van leerlingen. En wat vinden wij zelf dat er beter kan? En zelf heb ik heel erg last gehad van het uitvallen van lessen of dat je sommige docenten hebt die niet zo heel goed uitleggen. Ik denk dat dat gedrag niet het enige punt is waar docenten naar moeten kijken. Om dan vervolgens te kunnen bestempelen, jij bent een MAVO-advies en jij bent een kaderadvies. Nee, ik vind juist dat docenten zich moeten richten op wat een leerling kan ontwikkelen. Daarmee vervolgens eigenlijk het beste uit leerlingen kunnen halen. Als ik 1 ding zou kunnen veranderen in het onderwijs, dan zou ik meer persoonlijke, hoe noem je dat? persoonlijke aandacht naar de student. Dus echt individueel met de student gaan zitten, waar loop je op vast? En vaker met een mentor zulke soort gesprekjes voeren. Bij ons is het nu heel vaak dat het maar 2-3 keer per jaar is. En ik vind dat dat wel vaker mag. Terug naar de studio. Janne, ben je het hiermee eens dat er meer maatwerk moet komen? Op welke manier is het mogelijk om door te voeren volgens jou? Absoluut. Maatwerk, dat is natuurlijk ook wat wij uiteindelijk doen. Hè. We passen ons echt aan op de behoeften van de deelnemers. Dus we kijken van wat geef jij aan? Wat heb jij nodig? En daarmee gaan we ook naar de opleidingen toe om dat aan te geven. En je ziet dat, ik krijg nu ook vaak, vandaag nog en gisteren nog toevallig, krijg ik allemaal berichtjes binnen van de jongeren die geslaagd zijn nu. Die heel trots zijn op dat het toch heeft geholpen, weet je wel, dat er echt naar hen is gekeken. Dus het is heel belangrijk om echt te kijken naar de student en wat zij nodig hebben. Meiden, de ideale school, hoe ziet die eruit? In het kort, Lee. Gratis eten in de kantine sowieso, want dat is echt mega duur. En niet alleen maar les in klaslokalen, maar ook gewoon op inspirerende plekken. Goeie. Doris? Nu een zwembad in de kelder van de school. elke avond schoolfeest. En 12 uur beginnen. Max tot 3 uur school. 12 is echt maar 3 uurtjes op school, klaar. Ja. Punt. Ja. Goeie. Ja. Janne? Ja, zo, dat klinkt heel goed allemaal. Dus ik sluit me daarbij aan. En wat ik er nog aan toe kan voegen is, ik zou op iedere klas 2 of 3 studentcoaches willen zien. Dat zou echt top zijn. Daarnaast denk ik ook aan voedzaam en gezond gratis eten. En het liefst ook vegan of vegetarisch. Laten we echt gewoon de wereld verbeteren met z'n allen. En lessen waarin je echt over jezelf mag hebben. Dus praten van wat zit me dwars? Wie wil ik zijn? Hoe is de dynamiek in de klas? Dus dat je echt met plezier in je klas komt. En dat je elkaar gewoon goed kent en elkaar ook doorheen kan slepen. De stelling op straat. Ik heb er wel eens serieus over nagedacht om te stoppen met school. Ik wel, ja. Eens. 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 En op welk moment was dat? Ik denk net voor de gehele tentamenweek. Ik studeer dan wel deeltijd. Dus dan heb je sowieso al minder druk. Maar
op een gegeven moment kwam het allemaal niet meer uit. En toen dacht ik, oké, nou, misschien begin ik volgend jaar gewoon weer overnieuw. Ja, ik ook. Vooral voor drukke periodes. Ja. Dus meer uit stress gewoon? Ja. Ja. Nee, eerlijk gezegd niet. Het was niet echt een optie voor mij. Dus een beetje oneens, ja. Yes. En waarom was het geen optie? Ja, mijn ouders hebben wel hard gewerkt om naar Nederland te komen en mij überhaupt de mogelijkheid te geven om hier naar school te gaan. En gewoon uit respect voor hun en ook omdat ik zelf wel gewoon een diploma wil hebben voordat ik naar het hbo kan of naar de uni. En... Oneens. Ik heb geen toelichting hiervoor. Het zou niet zo handig zijn geweest. Dat is de enige. Ja, oneens. Want ik doe school voor een reden om te leren gewoon verder te gaan en later een beroep werk te krijgen. Terug naar de studio. Ja, dames, hebben jullie dus zelf al eens nagedacht om te stoppen met school? En hoe ging dat proces voor jullie? Nou ja, niet zozeer eraan gedacht om te stoppen. Maar ik heb vorig jaar stage gelopen en dat vond ik echt heel erg pittig. En toen heb ik wel gedacht, als ik dit nu niet zou halen, dan weet ik niet of ik dit nog een keer zou kunnen doen, zeg maar. Dus wel eraan gedacht van, oké, als ik nu dit niet haal, hoe dan verder? Hmm. Dus dat heb ik wel, daar heb ik wel over nagedacht, ja. Ja. En van jou, Doris, je hebt natuurlijk uiteindelijk die keuze wel gemaakt om bij de ene opleiding te stoppen en door te gaan naar een andere, ja, andere school. Hoe was dat proces voor jou? Ja, ik heb er inderdaad wel eens over nagedacht om te stoppen met school. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, ik wil alsnog gewoon een papiertje halen. Een papiertje tenminste. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon mijn motivatie. Ja, maar hoe was het voor jou om zeg maar de keuze te maken om van HAVO naar MAVO te gaan? Ja, ik had eigenlijk niet echt een keuze. Ik bedoel, ik kon wel blijven zitten nu. Nog in HAVO. Ik blijf nu wel zitten, maar dan in MAVO. Maar ik dacht eigenlijk, ik heb echt al heel erg hard gewerkt dit jaar. En ik kan niet nog harder werken. Dus daarom heb ik besloten om naar MAVO toe te gaan. Zodat het misschien wel iets oplevert. Ja, en heeft het wat gedaan met je zelfvertrouwen? Ja, ook wel eigenlijk, want ik dacht vorig jaar en het jaar daarvoor ging het op zich nog wel oké, maar dit jaar viel ik echt in een gat gewoon. Het ging zo slecht met school. Dus ja, ik ben wel hard op mijn bek gegaan. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel echt pittig is. Dat je er om je heen, misschien andere mensen die dat maar makkelijker doen of zo. Ja. En dat je dan constant het gevoel ook hebt van, hè? Doe zo hard mijn best en toch lukt het niet. Dat heel frustrerend kan zijn ook. Ja, klopt. En dat je je onzeker gevoel kan krijgen daardoor. Maar heel dapper dat je dus nu deze stap maakt. En ik denk dat het een hele goede is. Goed zo. Dankjewel. Ja. The spicy question. Jongeren zijn gewoon niet meer gewend om hard te werken en ervaren daarom sneller stress. School is er om je hard te maken en daar moet je gewoon mee om leren gaan. Nou, ik ben het totaal niet eens met de stelling, omdat ik vind, als je kijkt naar het klaslokaal van nu en het vergelijkt met het klaslokaal van 80 jaar geleden, dat er niks anders is. En dat heb je niet met een auto van 80 jaar geleden, toch? Die auto is dus wel beter en sneller en gemakkelijker gemaakt om ermee te rijden. En dat is het niet voor het onderwijs. Ik denk dat het aan de ene kant misschien wel klopt dat jongeren nu misschien minder werken of minder zin hebben om hard te werken of überhaupt minder hard werken. Maar wat ik wel weet is dat het ook gewoon heel lastig is nu om in deze tijd met eigenlijk alles wat de maatschappij van je wil. En eigenlijk wordt het leven steeds drukker en meer. En ik denk over het algemeen niet dat wij een soort zorggeneratie zijn of zo die dat zwaarder ervaart. Maar gewoon dat we het af en toe zwaar hebben en dat het ook mag. En dat we ook goed voor onszelf moeten zorgen. En dat school er ook is om je hard te maken. Ja, ik snap heel goed waar veel mensen vandaan komen. En ik ben het daar ook gedeeltelijk echt wel mee eens dat je ook wel gewoon door bepaalde dingen heen moet en niet moet zeuren. Maar we vergeten heel erg dat het eigenlijk een hele positieve ontwikkeling is. Dat we veel meer zijn gaan praten over onze gevoelens. Want niet voor niks is de afgelopen generatie de burn-out generatie genoemd. Omdat we nooit hebben aangegeven wat onze grenzen zijn. Wat erin heeft geresulteerd dat we maar door bleven gaan en bleven doen alsof er niks aan de hand was. Ik ben het deels eens met de stelling, omdat stress ook al ervoor kan leiden dat je goed presteert. Maar stress is voor iedereen anders. Eenzelfde situatie kan voor de een wel stress zijn en voor de ander niet. Nou,
Wat vinden we van de evil question? Ik ben het er zeker niet mee eens. En ik vind ook gewoon dat het helemaal niet bij deze tijd past. En heel erg van vorige generaties, waarin je ziet dat er weg wordt gestopt hoe je voelt. Niet over je emoties praten. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is om een gelukkig mens te zijn. Dus ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Omdat ik vind niet dat jongeren zich aanstellen. Want school kan ook gewoon echt heel zwaar zijn voor sommige mensen. En het ligt niet alleen maar aan hoe goed je bent in school. Maar ook misschien hoe het gewoon echt mentaal met je gaat. En of dat je wel... Ja, stel je bent depressief. Of je hebt iets anders. Dan is dat natuurlijk heel vervelend. En kan het ook je school beïnvloeden. Hoe kijk jij daarnaar? Naar de evil question? Ja, het is natuurlijk wel heel hard gezegd. Er zitten wel dingen in waarvan ik denk... Ja, weet je, we moeten ook wel natuurlijk een samenleving runnen met z'n allen. Dus... er zijn wel grenzen en er is wel structuur nodig. Daar ben ik absoluut wel voor. Alleen, en presteren hoort daar dan ook bij? Ja, absoluut. Ja. Alleen, ik denk dat inderdaad ook deze tijd is. Kijk, vroeger was je gewoon met je gezin of met je eigen gemeenschap. Nu zijn we met een heleboel verschillende mensen om ons heen. En je moet met iedereen rekening houden. Je wil overal een beetje bij horen. Dus het geeft gewoon veel meer druk dan hoe je dat vroeger had. Toen was het gewoon duidelijk. Dit is wat ik moet doen. Maar nu zijn er zoveel opties. En dat brengt ook gewoon heel veel gevoelens mee. En die mag je ook kunnen uiten. Ja. Maar dus ik denk dat het ook wel een tijd is waarin je dus je identiteit bepaalt. Dat je dan het meeste last van hebt. En als je dat een beetje op orde hebt. Dus dat je bijvoorbeeld echt naar jezelf hebt gekeken van wie wil ik zijn. Dat het ook veel makkelijker wordt om je eigen leven zo in te richten dat je die druk ook veel minder gaat voelen. En dat je dus ook met plezier om 9 uur bijvoorbeeld op je werk bent. Omdat je dat gewoon leuk vindt om te doen. En dan is het ook niet meer zo zwaar. Dus het moet in balans zijn met elkaar. En Janne, als je een soort van één tip hebt voor de kijkers die luisteren en misschien het lastig vinden om een studiekeuze te maken of heel veel druk ervaren. Wat zou jouw tip dan zijn? Ja, wat mijn tip zou zijn is echt gewoon goed kijken naar wie wil ik zijn en wat geeft me energie. En dat voor jezelf in kaart brengen. Dus je kan het visueel maken, een visiebord maken, je doelen, je dromen opschrijven. En eigenlijk zo min mogelijk doen wat niet past bij die doelen. Wij deden bijvoorbeeld ook de Jar of Life. Zoek het allemaal op Google of op YouTube, dan kan je het zien. Dan gaat het ook over als je een pot wil vullen... met grote ballen en die belangrijk voor je zijn, dan moet je die er eerst in stoppen. Want als je eerst de kiezeltjes erin stopt die niet zo belangrijk zijn voor je, dan passen die ballen die wel belangrijk zijn er niet meer in. Mm. En zo is het leven ook. Dus ik denk echt dat het belangrijk is om te kijken van, hey, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar krijg ik energie van? En dat prioriteit geven. En die andere dingen die erbij komen, ja, kijken van, is het echt nodig of niet? Nou meiden, we zijn bijna bij het einde van deze aflevering. Ik ben wel benieuwd, wat nemen jullie mee uit deze show? Doris? Ik denk dat ik gewoon goed nog mijn best moet blijven doen op school. En dat gewoon oké is wie je bent en dat soort dingen. Ja, dat het prima is dat je goed genoeg bent. Ja. Toch? Ja. Heb je dat gevoel een beetje nu kunnen vastgrijpen voor jezelf? Zeker. Goed zo, hou vast. Ja. Want je bent goed genoeg. Echt. Mooi. Lee? Ik denk toch wel ook wel minder streng voor jezelf zijn. Dat denk ik toch wel. Minder streng voor jezelf zijn. Ook als het om school gaat. Ja. Ja. Nou, dat was hem dan alweer deze aflevering. Wil je meepraten? Check onze socials. Laat vooral even een comment achter. Stuur ons een DM eventueel. En ik wil natuurlijk even een bedankje doen aan iedereen. Janne, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid en je expertise natuurlijk. We hebben veel van je geleerd deze aflevering. En de chicks natuurlijk bedankt, Doris en Lee. Dank jullie wel voor jullie goede vragen en de verdieping en jullie persoonlijke verhalen. Want jullie hebben ook best wel veel persoonlijke dingen gedeeld. Heel dapper en dank je wel daarvoor. En voor de research en productie en natuurlijk alle andere goede vragen. Verder wil ik de andere meiden die hebben meegewerkt, want jullie hebben deze aflevering niet alleen gemaakt, maar met een groep meiden. De groep meiden bedanken Melissa, Leonida en Kaylee voor hun research en interview tijdens het event van Rotterdamse Nieuwe. Doris, Nishaya en Kaylee bedankt voor de straatinterviews. En Nicoline en Vera bedankt voor de productie van deze aflevering daar achter de schermen, die heel erg hard aan het wegzweten zijn nu. En ik vond het ook super leerzaam
leerzaam. Dank jullie wel voor deze aflevering. Mijn naam is Natasja Morales en ik zou zeggen tot de volgende podcast. Wil jij ook meedoen met Chicks Talk? Stuur ons dan een DM via deze weg. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!